Liefde gemeente, het heeft geklonken in de hof van Eden. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wij hebben dat gebod in Adam overtreden. En wij hebben gegeten. En daarom geldt het ons allemaal. En hij stierf. We zeggen het wel eens tegen elkaar. Jonge mensen kunnen sterven. Oude mensen moeten sterven. En dat sterven, dat kan soms heel plotseling zijn. Ongetwijfeld hebt u het gehoord, gelezen. Bij ons in Friesland, dichtbij waar we wonen in Koostertillen. Ik denk wel dat u wel weet waar dat ligt, met al die werven. Daar reed een man weg bij zijn vrouw vandaan. Hij kuste haar en zeide: nou, tot vanavond. En hij rijdt zo het erf af. Hij ziet in de verte een auto aankomen. En hij wil nog voor die auto de weg opdraaien. En met dat hij met veel snelheid dat doet, raakt hij in de slip. En daar komen twee oude mensen aan in de auto. Van 72 en 73. En hij klapt er bovenop. En alle drie omgekomen. Zijn vrouw nooit meer gezien. En de kinderen hun vader en moeder niet meer. De dood wenkt ieder uur. Maar het kan ook zijn dat je door ziekte ermee geconfronteerd wordt dat je sterven moet. Dat je voelt: ik heb niet lang meer te leven. De ziekte woekert voort. Het kan ook zijn dat je beseft: het oud worden gaat met gebreken komen. Ik ben nu al in de 90. Misschien word ik straks wel dement. Of kom ik in een verpleeghuis terecht. En dat wil ik niet. En daarom ga ik zelf bewust kiezen voor de dood. En ongetwijfeld beseft u waar ik heen wil. Wel, in de eerste plaats denk ik aan Hiskia, die de boodschap kreeg: bereid uw huis, want gij zult sterven. En toen hij dat besefte, wat gebeurde er toen? Wel, we lezen in Gods woord, en hij schrijft het ook zelf: en hij weende zeer. En wat schrijft hij dan? Wel dit: gelijk een kraan of zwaluw al zo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. De dood, de aanstaande dood, verkondigd door de profeet Jesaja: u zult niet leven, maar sterven. Bracht hem in de worsteling: wees gij mijn borg. In onze gedachten, we hebben het met elkaar kunnen lezen, zijn we bij Dries van Acht, de oud-premier, samen met zijn vrouw in de 90. Wat denkt een modern mens van deze dagen? Dat wil ik niet. De aftakeling meemaken. Dat ik mijn verstand kwijtraak. Dat ik in een rolstoel terechtkom. Dat ze mij moeten eten geven. Wij stappen samen, hand in hand, uit het leven. De moderne mens zegt: het leven is van mij.
En ik beschik over mijn leven. En daarbij, dood is toch immers dood. Ontzaglijke werkelijkheid. Gemeente, als je stilstaat bij de voorbereiding op het sterven van Hiskia, de voorbereiding van de familie van Acht, overleg met de artsen om euthanasie te verkrijgen. Wat een verschil. Wat een ontzagwekkend verschil. En gemeente, dan komt denk ik bij u ook in gedachten wat de Heer Jezus hierover zegt. In die gelijkenis van de rijke man en van Lazarus. Nou heb ik niet te oordelen, dat begrijpt u wel. Maar wat ontzaglijk voor die rijke man. Toen hij zijn ogen opsloeg in de hel. Nooit gedacht daar te komen. Maar de hel heeft wel een ingang. Maar geen uitgang. Eeuwig. Oneindig. Zijn in de pijn en de wroeging. En geen druppel water om je tong te kauwen. En Lazarus, gedragen in de schoot van Abraham. Eeuwige blijdschap zijn deel. Dan zingen zij in God gewijd aan hem en van hem. Eeuwige gelukzaligheid. Verlang je er wel eens naar? Om eeuwig bij hem te zijn. Verlost van zonden en pijn. Verlang je er wel eens naar? Om je koning eeuwig groot te maken. Hiskia. Hij is thuis. Hij heeft nog 15 jaar gekregen. Maar toen mocht hij naar huis. Waarom? Omdat hij een borg had voor zijn ziel. Heb je een borg? Jonge man, jonge vriend. Heb je een borg voor je ziel? Sterven. Er is maar één ding waar het op aankomt in dit leven. En dat is dat je met Hiskia leert bidden. Heere, wees gij mijn borg. Dan kun je sterven. En dan is het ook niet erg. Al kom je er een auto-ongeluk om. Want dan ben je plotsklaps thuis. Eeuwig thuis. Maar wat zal het zijn, geliefde gemeente. Als je vanavond die borg niet kent. Die zou vanavond opgeroepen worden om voor God te verschijnen. Om dan eeuwig, eeuwig je tong te moeten kauwen, had ik maar de toevlucht genomen tot die borg. Hij is mij verkondigd in de Ebenezerkerk. Hij is mij aan het hart gelegd. Maar ik wilde niet tot hem komen. Daarom, geliefde gemeente, ik hoop zo van harte. Ik weet ook niet hoe het moet. Maar dat we hem vanavond verkondigen mogen. Die lijdende borg en zalig maken, de Heer Jezus Christus. En dat je door Gods lieve geest vanavond leert smeken met Hiskia. Lieve borg. Uit Gethsemane, wees ook gij mijn borg. Dat ook gij voor mij de drinkbeker van Gods toren leeg gedronken hebt. Opdat ik niet eeuwig verloren hoef te gaan. Wees gij mijn borg. Met hulp des Heren willen we bij die lijdende borg stilstaan. En luisteren naar zijn aangrijpende woorden.
waar geen woorden zijn om de diepte daarvan ooit te verkondigen. En daarom hoop ik ook dat Gods lieve geest het u zelf in uw hart verkondigt. En dat u door zijn onderwijs begrijpen mag, zien mag en weten mag wat de borg voor u doorgeworsteld heeft toen hij het tegen zijn discipelen Petrus, Johannes en Jacobus zeiden, wat we met elkaar lezen in het 34e vers, waar de borg het uitroept, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Met hulp des Heren willen we dan stilstaan bij de doodsangst van de borg. Twee gedachten daarbij. Allereerst, beleefd in de hof. En in de tweede plaats, geloofd met het hart. De Heren geven dat die woorden van de zaligmaker, die we met zijn hulp overdenken, dat we allereerst hem mogen zien. Als hij daar staat, verbaasd en zeer bedroefd zijn. En in de tweede plaats, dat we mogen geloven dat hij daar stond voor mij. Doodsangst van de borg, beleefd in de hof, geloofd met het hart. We gaan ervan zingen. Nou, liefde gemeente, we doen dat met Psalm 42. Psalm die u zo vaak gezongen hebt. Maar ik hoop dat u hem nou vanavond mag zingen. En u Christus daarbij voor ogen hebt. Hij heeft deze versen die zijn vader naar het vlees gezongen heeft. Heeft hij in de volmaakste diepte doorleefd. Denk aan u, o God, in het klagen. Hoor je me roepen, Abba, Vader. Uit de landstreek door Jordaan van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep u van klein gebergte aan. Zucht daar kolken afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Nou moet je die laatste woorden zingen met de gedachten dat het gaat om de golven van Gods toren over de zonde. En als je dat nou met toepassing mag zingen, en dat waren ook mijn zonden, dat zo je hart eronder verbroken mag worden, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En dan moet je eens luisteren, hoe dat David reeds iets zag, van dat lijden van die grote Davids zoon. Zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij. Daar de hel loskomt en de duivel mij hoont, mij het hart doorboort. En dat de duivel gestaag deze lastering hoort. Waar is God? Op wien gij bouwdet en aan wien uw zaak vertrouwdet. Maar daar ook in Gethsemane mag ook de overwinning behaald worden. Uit het 7e vers komt dat tot ons. We gaan het zingen met elkaar. De versen. Liefde gemeente, met de hulp des Heren willen we dan vanavond die woorden van Christus overdenken die hij daar sprak. Zeer verbaasd en bedroefd zijnde tot zijn drie discipelen, als hij je daar uitroept, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. We staan stil bij de doodsangst van Christus, van de borg. Hoe hij die daar heeft beleefd in de hof. En waar het nu vanavond op aankomt, dat u, als jij geloven mag, daar leed hij voor mij. En op die drie letters komt het aan.
mij, heel persoonlijk, heeft hij ook voor mij daar die doodsangst doorleefd. Wilt u die vraag beantwoorden? Als u straks naar huis mag gaan, is hij ook mijn borg. En heb ik hem vanavond gezien met ogen des geloofs. En heb ik nou de heerlijkheid en de onmisbaarheid en de liefde van deze borg gezien, geloofd en geproefd. Zal ik het straks aan je vragen? Als de Heer het geeft, heb je hem gezien? Want daar komt het op aan. Daarvoor is de prediking. Paulus zegt het ook. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Ik hoop dat je hem zien mag. De lijdende borg en zaligmaker. En dat je zo mag weten, die diepe woorden van het avondmaalsformulier. Hij voor mij, daar ik de eeuwige dood verdiend heb. Want ik heb gegeten van de boom. En ik heb zijn heilige wet zwaar en menigmaal overtreden. Wat zal dat een gezegend uur zijn, geliefden. Als dat waar wordt, toch mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat je vanavond in de kerk mag zitten en zeggen, Heere, wat heeft u toch bewogen? Wat heeft God toch bewogen om voor jou te kruipen in de hof van Gethsemane? Wat heeft God bewogen om daar te lijden? Dat zijn droppelen zweet veranderd werden in bloed. Wat heeft hem bewogen om daar uit te roepen, Vader, lieve Vader, mag die verschrikkelijke drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat zal dat zijn, gemeente? Dan is het even de hemel op aarde. Als je zo Christus mag zien. Een gemeente, dan beef je als dienaar van het woord. Dan tril je. Heer, wie is tot die dingen bekwaam? Om daar iets van te zeggen. Als daar die Heer Jezus zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Wie zal kunnen omschrijven wat er in de ziel van de Heer Jezus omgaat? Als hij deze woorden uitroept, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Heere, geven dat eenvoudige woorden gebruikt mogen worden om hem te mogen aanschouwen. Die daar in de paaschaal zo koninklijk nog het brood heeft uitgedeeld. En daartegen zijn discipelen gezegd heeft, neemt eet, want dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. In koninklijke waardigheid heeft hij daar gesproken over hoe zijn lichaam verbroken zal worden. Hoe heeft hij daarna in die paaszaal de lofzangen gezongen met zijn discipelen. Terwijl daar in Psalm 118 gesproken wordt van zijn lijden. Hoe hij als die steen verworpen zal worden. Hoe heeft hij daar gezongen dat hij als het lam gebonden zal worden op het altaar. Maar daar was geen vrees in zijn hart. Daar sprak hij en zong hij. De volle overtuiging. De wetenschap het lijden komt. Maar hij mocht er overheen zien. Hij heeft zelfs profetisch gesproken. Toen ze de zaal verlaten hadden. Jullie zullen vannacht
allen aan mij geërgerd worden. Want ze zullen de herder slaan. Hij heeft onderwezen en gezegd tegen Petrus. Als hij daar vol zelfoverschatting zegt, dat zal u geenszins gebeuren. En ik zal aan u niet geërgerd worden, lieve jongen. Voordat de haan twee keer gekraaid heeft, zul je me drie keer verloochend hebben. En zo zien wij de Heer Jezus op weg naar de hof van Gethsemane. En kinderen, als ze zo door de straten van Jeruzalem wandelen, de poorten achter zich laten, moeten zij de beek Kidron oversteken. En aan wie denk je dan? Als je zo de Heer Jezus met zijn discipelen die beek Kidron over ziet steken. Van wie hebben we dat eerder in de Bijbel gelezen? Weet jullie dat? Ik hoop dat je dan denkt aan David. Hoe David de beek Kidron oversteekt. En waarom? Wel, vanwege zijn zonden. Vanwege zijn overspel met Batseba. En zijn moord op Uria. Moet hij nu vluchten, omdat het zwaard van zijn huis niet wijken zal. Daar gaat David over de Kidron, vanwege zijn zonden. Nu gaat de grote David zo. Niet vanwege zijn zonden. Vanwege de zonde van zijn kerk steekt hij de beek Kidron af. En zo dalen ze verder naar beneden. En in het dal gekomen zijn, gaan ze weer wat omhoog de Olijfberg op. En daar onderaan die Olijfberg ligt de hof van Gethsemane. En kinderen, heb je een idee wat dat woord betekent, de hof van Gethsemane? Wel, niet vergeten, Gethsemane betekent olijfpersbak. Gethsemane, dat is de hof waar zo'n persbak was. De olijven waren een van de kostbaarste vruchten in de tijd van de Heer Jezus. En die werden overal voor gebruikt. Allereerst voor olie om te kunnen bakken. Maar ook als zalfolie om medicijnen te maken. Maar voordat die olie eruit kwam, moest die eruit geperst worden. Met stenen, zoals bij graan, werden die olijven gevreven, zodat ze heel verpulverd werden en de olie zo opgevangen kon worden. En die naam, zo zou je zeggen, kinderen, is symbolisch voor wat er vanavond gaat gebeuren daar in de hof van Gethsemane. Dat beeld van een persbak komen we later ook tegen. In Openbaring 14. Daar wordt ook gesproken van de wijnpersbak van Gods toren. En dan moet je goed opletten. De Heer Jezus is in Gethsemane. Daar in die persbak ondergaat hij de toren van God. Waarom? Opdat er een volk zal komen dat straks niet in de persbak van Gods grote toren hoeft om te komen. Dat is het wonder vanavond. Daar gaat het om. En dat je zo die lijdende borg mag zien. Hij in de persbak van Gods toren. Opdat ik er eeuwig voor bewaard zal blijven om straks geworpen te worden in die grote persbak van Gods toren. Samen met de discipelen betreedt de Heere dan de hof van Gethsemane. Het is niet voor het eerst dat de Heer Jezus hier komt. De apostel Johannes vertelt ons in zijn evangelie dat de Heer Jezus hier veel geweest is. En laat ik nog maar een vraag aan de kinderen stellen. Waarom ging de Heer Jezus dan naar Gethsemane? Wel, om daar in de rust en de stilte te bidden. En dat is een van de kenmerken van het leven van de Heer Jezus hier op aarde.
dat hij steeds de eenzaamheid opzocht om te bidden, om het aangezicht van zijn vader te zoeken, om de gemeenschap, de omgang met zijn vader steeds weer te mogen ervaren in de stilte, in de eenzaamheid. Reeds aan het begin van het leven van de Heer Jezus lezen we het aan in het evangelie van Marcus ook. En 's morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging Jezus uit en ging in een eenzame plaats en bad aldaar. In de stilte van de nacht. En in onze gedachten gaan we even terug naar Abraham. Abraham, hij gaat ook de berg op met zijn zoon Isaac. En dan zegt hij tegen zijn knechten: wacht hier totdat wij terugkomen nadat wij aangebeden hebben. Daar op de berg Moria, in de stilte, gaat Abraham bidden met zijn zoon Isaac. En Isaac heeft zo bidden geleerd van zijn vader. Want we komen hem straks tegen, Isaac. Als hij eenzaam in het veld is, en dan bidt hij. Jonge mensen, waarom bidt Isaac daar in het veld? Goed onthouden hoor, niet vergeten. Hij bidt daar of de Heere de weg van Eliezer wil zien. Dat hij van de Heere een godvrezende vrouw mag krijgen. Bid je er ook om? Om een godvrezende vrouw, jongeren, van de Heere te krijgen. Bid je erom, meiden, of je een jongen van de Heere mag krijgen om met hem te mogen leven. Isaac bad in de stilte. En dan ongetwijfeld gaan onze gedachten verder uit naar Daniël. Hoe hij dagelijks 3 maal bad tot de Heere. En dat is de vraag die ik aan jullie hart wil leggen, jonge mensen. We leven in een haastige tijd, vol hectiek, vol van prikkels. Steeds weer, en de psychologen zitten erachter om je maar te kluisteren aan alles wat de wereld je te vertellen en te zien heeft. Wat hebben wij het nodig? En dat geldt ook onze ouderen. Dat we de stilte zoeken, de eenzaamheid opzoeken. Als nou Christus, die zonder zonde was, niet buiten de omgang kon met zijn vader, zouden wij dan niet altijd bidden? Wat heeft Christus gezegd toen hij de gelijkenis uitsprak van de onrechtvaardige rechter? Dat we altijd moeten bidden en niet moeten vertragen. Een gemeente, er is natuurlijk veel aan de hand in deze wereld. En veel gevaren bedreigen onze jonge mensen en ook ons. En de wereld doet er van alles aan om ons van de Heere los te weken en van zijn dienst. Maar het grootste gevaar zit niet van buiten. Was het grootste gevaar dat wij de binnenkamer leeg laten. Dat wij geen stille tijd kennen om de omgang te zoeken met de Heere. Om heel dicht bij hem te zijn. Om hem nou in alles te benodigen. Om hem steeds te vragen: Heere, houdt gij mij met uw beide handen vast? Mag ik eens vragen, hoeveel tijd besteed je aan bidden? Hoeveel tijd breng je door rondom Gods woord in de stilte? Jonge mensen, heb je een bidvertrek? Misschien wel op de zolder waar niemand je ziet. Om stil te zijn en de Heere te zoeken, omdat je niet buiten hem kan. Daarom die indringende vraag, allereerst aan mij. En ik een biddende dominee. Zijn jullie biddende ouderlingen? Bent u een biddende burgemeester? Bent u een biddende moeder? Liefde, 1 ding is nodig. Wat we lezen van Saulus, ziet hij bidt. Ik hoop, jonge mensen, dat je de tijd neemt om de Heere te zoeken. Want zonder gebed
kun je niet staande blijven in deze tijd. Er is maar één machtig wapen wat de Heere geeft. En dat is je gevouwen handen en je gebogen knieën bij een geopend woord van God. Christus, hij gaat ons voor. Waar naartoe? Naar de hof van Gethsemane. Om wat daar te doen? Te bidden. Ziet, hij bidt. De discipelen, als ze zo de hof binnenkomen, wordt gezegd, wacht hier tot ik terugkom. En uit een ander evangelie weten wij dat de Heer Jezus daarbij ook gezegd heeft, en bid en waakt. En dan mogen ze mee, de drie andere discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Deze drie discipelen, zou ik het zo mogen zeggen, de hartsvrienden van de Heer Jezus, die bij hem geweest zijn toen hij sprak over zijn uitgang op de berg der verheerlijking. Zij hebben gezien hoe daar zijn aangezicht veranderd werd. Ze hebben gezien hoe daar zijn kleding hemelswit werd. En ze gehoord hebben, deze is mijn zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Ontzagwekkend. Petrus is het nooit vergeten. En hij schrijft er ook over in een van zijn brieven. En waarom zouden deze nu mee moeten, dieper de hof in? Wel omdat zij in hun dwaasheid gezegd hebben. En we hebben het zo even gehoord van Petrus. Ik zal niet aan u geërgerd worden. Ik zal u niet verloochenen. Ik zal u niet verlaten. Al moest ik met u sterven. We herinneren ons nog wel. De zonen van Zebedeus. Samen met hun moeder komen ze bij hem en vragen. Mogen wij aan uw linkerhand en aan uw rechterhand zitten? En dan zegt de Heer Jezus, kunt gij de drinkbeker drinken die ik moet drinken? En wat zeggen ze? Jazeker, wij kunnen dat ook. Wel, wat zien wij? Als daar straks die borg staat en vraagt, zouden jullie met mij 1 uur willen waken? Dat ze nog niet 1 uur. Met hun meester de weg kunnen gaan van zijn lijden. En daarom is hij het die alleen in die persbak ondergaat in Gods toren. En als de Heer Jezus dan, nadat hij zo gezegd heeft tegen zijn discipelen, waakt en bidt, gaat hij nog wat verder. Maar voordat hij verder gaat, de hof in, om dat allerheiligst gebed wat ooit gebeden is te bidden, gebeurt er iets, gemeente. En dat vraagt vanavond onze bijzondere aandacht. De bekende bisschop Reil, hij schrijft hierbij, dit is een gedeelte dat ongetwijfeld diepe en geheimzinnige zaken bevat. Wij behoren het met eerbied en verwondering te lezen, want er staat veel in dat wij niet ten volle kunnen begrijpen. Nee, gemeente. En dat voel ik ook zo. Dat woorden hier niet kunnen weergeven wat er gaat gebeuren. Als Mozes een wonder ziet, namelijk van de brandende bramos. En hij wil naderbij komen om dat te bekijken. Dan klinkt daar de stem, doe uw schoenen van uw voeten. Want de grond waarop gij staat is heilige grond. Dat zeg ik nou ook tegen u en mij en jullie. Doe je schoenen uit. Want de grond waarop wij vanavond mogen komen en in stilheid en eerbied de hof van Gethsemane binnengaan, mogen wij wel op een eerbiedige afstand staan om dat wonder te gaan bezien van Christus diepe lijden in de hof van Gethsemane. Want wat lees ik dan?
Als de Heer Jezus daar staat met zijn drie discipelen, dan lees ik die aangrijpende woorden. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Hij die zo rustig in de zaal van het Pascha het brood had uitgereikt. Hij die daar vol overgaven gezongen had uit de Hallelpsalmen. Hij die zo onderwezen had in zijn lijden en sterven. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Hij begon, er duidt zich aan een nieuwe periode in zijn leven. De periode waarvan onze Heidelberger zegt dat hij zo in het bijzonder in de laatste dagen van zijn leven geleden heeft. En Calvijn tekent hierbij aan, dit is het begin van zijn nederdalen ter helle. Hij wordt zeer verbaasd. Wat betekent dat wel? Hij wordt zeer ontsteld. Er overkomt hem iets zo onverwacht, namelijk verbijstering, ontzetting, geschoktheid. Een diepe huiver en schrik valt over de Heer Jezus heen. Hij wordt beangst, zo lezen wij. Een woord wat slechts 3 maal in de Heilige Schrift voorkomt. En het duidt een zeer heftige emotie aan. Je zou het zo mogen omschrijven, zeer beangst. Dat wil zeggen, Christus wordt door angst uiteengescheurd. Gemeente, als er ooit een plaats in de Heilige Schrift is, die ons zo duidelijk maakt dat de Heer Jezus waarachtig mens is, dan is het wel hier. We kunnen lezen dat hij brood eet. We kunnen lezen dat hij vermoeid is. Maar hier zien wij dat hij waarlijk mens is. En dat zijn ziel, zijn emoties, werkelijk zijn. Hij had geen schijnlicht. Hij had een waarachtig lichaam, maar ook een waarachtige ziel. Waarvan wij nu lezen en hij begon zeer verbaasd en zeer beangst te worden. Geliefde gemeente, in die angst en in die verbaasdheid zegt hij tegen die 3 discipelen die daar bij hem staan. En voor wie dit ook een geweldige ervaring geweest moet zijn. Die ze maar niet zomaar hebben kunnen plaatsen. Wat gebeurt hier? Als zij hun meester beangst en verbaasd zien worden. En hem dan tegen hen hoort zeggen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Hij is geheel bedroefd. In het letterlijke Grieks staat er. Hij wordt helemaal omringd. Door droefheid van boven, beneden, voor en achter hem. Overal is droefheid. Hij is één en al droefheid. Je zou mogen zeggen, hij is omsingeld door droefheid. En die droefheid is zo groot, dat hij erbij zegt, tot de dood toe. En wat bedoelt de Heer Jezus? Wel 2 dingen. Allereerst dat hij opziet tegen wat komen gaat. De ontzagwekkende schrik van de dood. Daarin zien wij dat hij waarachtig mens is. Om de dood te moeten aandoen. Maar in de tweede plaats betekent het ook. Dat is heel diep gemeend. Dat die droefheid en angst en verbaasdheid zo groot is. Dat hij liever wenste te sterven dan die droefheid nog langer te moeten dragen. Wat zien wij hier? De waarachtige mensheid van Christus. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. De dood is te verkiezen boven deze angst der hel. Die mij alle troost doet missen. Meent, wij kunnen niet onder woorden brengen.
wat er omgaat in de ziel van Christus. Als hij deze woorden gebruikt, zeer beangst en zeer verbaasd geworden zijnde. En hij het uitroept, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. David, en laten we het dan maar zeggen met de woorden van de Heilige Schrift. David heeft het geprofeteerd in Psalm 22. En lees dan deze woorden in het licht. Als je daar Christus ziet staan, bevende, vrezende, in verschrikking, onderworpen aan grote benauwdheid. Dan zegt Psalm 22, ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmold in het midden mijns ingewands. Alle krachten vloeien weg uit Christus. Hij is als was dat smelt. Als water dat vliet van de rotsen. We hebben er met elkaar van gezongen. Uit Psalm 42. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uw wateren, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En daaronder roepen de spotters, waar, waar is uw God? En gemeente, we weten het allemaal, dat die droefheid, die verbaasdheid, die angst zo groot is, dat zijn zweet wordt veranderd in droppelen bloed. Het laat zo zien, Christus, in zijn mensheid, roept hij het uit. Mijn ziel is bedroefd, zeer bedroefd, tot de dood toe. En dan komt natuurlijk de grote vraag. Waarom is Christus angstig? Waarom huivert hij? Waarom wordt hij omsingeld door droeven? Wat gebeurt er? Wel, onze kanttekeningen wijzen ons erop. En ze zeggen, dat gebeurt niet uit vrees voor de aanstaande vrede dood. Laten wij dat goed vasthouden. Want, en dat zeggen onze kanttekenaren ook, er zijn vele martelaars geweest die onbeschroomd de marteldood onder ogen gezien hebben. Denk maar eens, jonge mensen, in de tijd van de 80-jarige oorlog. Hoe dat mensen, door Gods geest ondersteund, zingend, de brandstapel opgingen. Het is dus niet allereerst dat Christus opziet tegen dat lijden dat hij gegezeld zal worden. En dat ze de nagelen door zijn handen zullen slaan, nee. Maar zo schrijven onze kanttekenaren. Christus ziet op tegen het lijden naar zijn ziel. Vanwege het gevoel van de last van de toren van God. En van de helse kwalen die hij hier en aan het kruis zal lijden. Wat gebeurt hier? Als wij lezen en hij begon zeer verbaasd en beangst te worden. Wel, Christus' ogen gaan open voor de grote toren van God. Die hij zal moeten doorstaan aan het kruis. Hier dringt tot hem het diepe besef door. Wat het zal betekenen om de drinkbeker van Gods toren te moeten drinken. Gods toren tegen de zonden en de ongerechtigheden van al de zijnen. Hier beseft Christus wat het ten volle zal zijn om daar aan het kruis te moeten ervaren. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hier in Gethsemane begint daar de angst te komen dat hij gans alleen van mensen verlaten, maar straks ook van zijn God en Vader verlaten te worden. Hier, zoals Calvijn het zegt, begint zijn gang naar de hel. Hier wordt waar wat Jesaja zegt
in het 53ste hoofdstuk. En ik hoop dat u het mag zien, zoals Jesaja het mocht zien door het geloof. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze gerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Hier worden die woorden zo waar, die de profeet mocht zingen reeds zoveel eeuwen tevoren. Hier wordt waar wat Paulus straks zal schrijven aan de gelaten. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hier wordt hij door zijn vader tot een vloek gemaakt. En wat betekent dat, geliefden? Wel, de vloek der wet, dat betekent eenvoudig de straf die er rust op het overtreden van Gods heilige wet. En dat is wat Christus hierdoor voelt. Hij zal de straf gaan dragen. En de zondelast wordt hier op zijn schouders gelegd. En op een andere plaats schrijft ook de apostel Paulus daarover, die in de dagen van zijn vlees gebeden en met smekingen zich verheft heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roepingen en tranen geofferd hebbende. En tot eeuwige blijdschap van zijn kerk is hij verlost uit de vrezen. Straks zal hij zeggen, komt, laat ons gaan. Dan heeft hij de overwinning behaald. En heeft hij vrede in zijn ziel om die drinkbeker te mogen gaan drinken. Maar hier staat hij er nog voor. En hier zien wij de diepte van het zielenlijden van Christus. Hier mogen wij een ogenblik in zijn ziel blikken. En hier roept hij het uit tegenover zijn kerk. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Hier laat hij aan zijn kinderen zien zijn diepe liefde voor hen, dat hij zo'n weg wilde gaan die daar in de hof van Gethsemane aanvangt. Zijn bittere zielenlijden, omdat hij nu steeds dieper gaat ervaren en beleven wat het zal zijn dat de toren van God zal uitwoeden in zijn ziel. En in die grote doodsangst, als de angsten der hel hem omgeven en hij nergens troost kan vinden, zegt hij tegen zijn discipelen, zou je met mij willen waken? Als ik de strijd aanvaard met mijn vader, om die beker van het lijden te gaan drinken, zouden jullie dan met mij willen bidden dat ik bereid gemaakt mag worden om die beker te gaan drinken? O vrienden, bid en worstel toch met mij, want ik ben verbaasd en bedroefd tot de dood toe. Zouden jullie met mij willen worstelen dat ik de beker die de Vader mij hier overhandigt, dat ik hem drinken mag en dat ik er niet onder bezwijken zal, dat ik niet zal vragen, Vader, laat mij terugkeren. Maar geef toch dat ik die beker aanvaarden mag. En wat doen ze? Ze slapen. Een geliefde gemeente. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? En we horen die diepe smart in zijn woorden. Kunnen jullie dan niet 1 uurtje met mij waken? Kun je dan niet 1 uur mij terzijde staan in mijn zielenlijden? Als ik bedroefd ben tot de dood toe, kun je dan niet 1 ogenblikje met mij mee worstelen? Nee. En hier zien wij hoe hij alleen in die persbak vertreden wordt. Een geliefde gemeente, van die diepte kunnen we niet spreken. We gaan ervan zingen.
uit Psalm 69 en daarvan het negende vers. Psalm 69, vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht op medelijden van Petrus, van Johannes en van Jacobus. Ik verlang naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. 69 en daarvan het negende vers. Liefde gemeente, gevende heren, dat we door zo'n lieve geest een drietal geestelijke lessen mogen leren. Hij is ons vanavond door de Heilige Geest voorgesteld. En we hebben hem daar zien staan tegenover de drie discipelen. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Waarom moest hij lijden? En waarom wordt hij ons zo vanavond verkondigd? Wel, de apostel Paulus zegt het. Zo is hij geworden de oorzaak van de eeuwige zaligheid. En geliefde gemeente, voor wie? Voor wie is deze lijdende en stervende borg de oorzaak geworden van de eeuwige zaligheid? Wel, gemeente, voor diegenen die vanavond geloven dat zij in Adam van de vrucht gegeten hebben. Dat zij in Adam God de rug hebben toegekeerd. Die vanavond diep overtuigd zijn dat zij met Adam en Eva bij God vandaan gevlucht zijn. Met een voornemen om nooit meer naar hem terug te keren. Die gevoelen, ik heb gezondigd. Gezondigd tegen een heilige en goedend God. Ik heb zijn heilige wet zwaar en menigmaal overtreden. Geen van zijn geboden gehouden. En nu ben ik zijn gramschap dubbelwaardig. En hij zeer beangst geworden zijn. Christus, hij voelde wat het zeggen wil. Om neder de dalen der hel. Om daar in de hel van Gods eenzaamheid en verlatenheid te zijn. Heb je er ooit wel eens iets van gevoeld? Geve God dat je er iets van gevoeld. Wat het zeggen wil om verloren te moeten gaan. De Heere tekent ons vanavond in alle diepte. Wat het is om eeuwig om te komen onder Gods toren. En daarom begrijpen wij de apostel Paulus zo goed. Als hij dan zegt, wij dan weten de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Ook de apostel Paulus had er iets van doorleefd. Op de weg naar Damascus, toen God hem zijn zonden in ogen stelde. Waarom? Waarom vervolgt gij mij, Saul? Als de zonden je toch voor ogen gesteld worden, dan weet je toch niet waar je blijven moet, of wel? Als dan het oordeel Gods aangezegd wordt in je ziel. En je gaat beseffen dat je voor God de rechter verschijnen moet. Dan ga je Hiskia begrijpen. En dan ga je wenen en vrezen. Want het wordt sterven. En wat is het dan een eeuwig wonder, dat vanavond je de stervende borg wordt voorgesteld. Dat je hem mag zien gaan, daar in de hof van Gethsemane. En dat je hem daar hoort uitroepen, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Waarom? Omdat hij beladen wordt met de last van de zonden. Om zo het lam te zijn dat de zonden der wereld wegneemt.
En zo wordt jou in dit lijden getekend. Dat de Heer Jezus Christus, die lijdende borg en zaligmaker is. En dat je zo ook alleen in hem zalig kunt worden. Dat je dan vanavond met Hiskia uitroept. Heere, wees ook mijn borg. Heere, wilt u ook voor mij betalen? Want ik heb geen penning om te betalen. Heere, wees ook gij mijn borg. En dat zo. Hij voor jou, die lijdende en betalende borg mag zijn. Want hij heeft het gezegd. Wie mij aanroept in de nood met Hiskia, vindt mijn gunst oneindig groot. Want wat lees ik dan van Hiskia? Hij heeft mijn ziel lieflijk omhelst. En dat doet de Heer. Als je tot hem de toevlucht neemt en je stort je ziel voor hem uit, dan omarmt hij een verloren zondaar in de nood en in de dood, vluchten tot hem als een verloren zoon. Hij heeft mijn ziel lieflijk omhelst. Mijn kind, ik heb ook voor u betaald. Kind van God, heb je hem gezien, je lijdende borg. En zo is hij niet alleen geworden de oorzaak van hun zaligheid, maar in hem hebben zij nu ook een medelijdende hoge priester. En wat is dat een kostelijk geheim, geliefden, dat je een zaligmaker in de hemel hebt, die weet van je lijden, die weet van je strijd, die weet van je eenzaamheid. Groter dan de nood kan toch deze helper niet zijn. Kerk, zie je hem. Zie je hem staan in de hof van Gethsemane. Niet alleen om daar de beker van Gods lijden te drinken. Niet alleen om daar voor u de hel te sluiten. En de hemel voor u te verwerven. Maar ook om vanavond uw medelijdende hoge priester te zijn. Die nou in alles weet wat u doormaakt. Opdat u het mag zingen. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. We gaan het straks met elkaar zingen. Uit die heerlijke psalm 145. Waar we lezen, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebed blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Geliefden, hier staat hij. En hij zegt, ik weet wat je doorworstelt in je eenzaamheid. Ik weet van de aanvallen van de vorst der duisternis. Ik weet van al je bestrijdingen. Ik heb het allemaal doorgemaakt. In de allerdiepste diepten van de hof van Gethsemane. Kom dan maar tot mij, mijn kind. En hij troost in noden. Want ik ben uw heiland. Ik ben uw geneesheer. O kerk des Heren ten slotte. Kom met mij, en buig u neer voor deze zaligmaker. In een diepe verwondering dat hij nu bedroefd wilde worden tot de dood toe. Dat hij de angsten der hel voor u wilde lijden. Dat hij aan het recht van God volkomen betaald heeft. Dat hij uw schuld heeft verzoend. De straf voor u heeft gedragen, kom. Buig u in verwondering neer en roep het uit, dierbare zaligmaker. U wil ik loven, u wil ik danken, u wil ik al mijn liefde waardig schatten. Kom met een verbroken hart, kom en zie op hem. Kom en laat uw ziel zich vertroosten. Kom en hoe meer u nou mag zien
van hem, in zijn lijden en sterven, hoe dierbaarder hij u mag worden. En dat u vanavond uit mag roepen, zulk een is mijn liefste. Amen.